Hij is erbij aanstaande donderdag. Want eens moet het toch een keertje lukken. Al 32 jaar smacht MN en omgeving na de Eredivisie. En dat is te merken, ook aan de kaartverkoop. Kaartjes zijn binnen. Ja, tuurlijk. Ja, ik ga al tien jaar al bijna FCM Emmen, dus dat eh, ja, is donderdag sowieso. Ik zie jullie wel een jaar op de oosteburen, maar uh, dit, is, dit is fantastisch man. Dan moet je bijwezen. Ja, Snakt u na promotie? Naar de Eredivisie, Tuurlijk, Ja, ja hij is toch maar een jaar kan wedstrijd. Ja, het zou leuk zijn als MN in de Eredivisie speelt. Hele verrassende, hè? Helemaal onverwacht. Dat het leeft is duidelijk, maar het duel is op dit moment nog niet helemaal uitverkocht. Nou, ik ben ook wel een beetje van het bijgeloven. Wat het je uitverkocht, heb ik nog niet besteld. Want uh, we geven ook de seizoenkaarthouders uh, natuurlijk als eerste gelegenheid om een eigen stoeltje terug te kopen. Nou, er komen dus vandaag en morgen uh, kunnen ze dat doen. Uh, ook online zelfs, maar ook hier uh, bij de balie. Vanmorgen stond er ook een lange rij bij de balie. En uh, ja, wanneer uitverkocht, uh, uh, zeker voor woensdagavond. Want dat het gaat lukken, daar twijfel je niet aan. Nee, het zou wel raar zijn als het niet ging lukken. Dus uh, we zijn er 100% van overtuigd. En dat merken we ook dat het gaat leven. En natuurlijk is Sparta de grote favoriet als hier in de divisieclub. Maar de supporters van Emmen zijn vol vertrouwen. We kunnen het zeker halen. Ik heb echt heel erg veel vertrouwen in je. kan wel. Als het de inzet zo is, als op donderdag, dan ben ik er niet bang voor. Die was voortreffelijk.